De remiddes gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. Daily Minutes, 18 september 2021. Dit is de bulletin van zaterdag. Minutes 18 september 2021, dit is het bulletin van zaterdag. Ja, dat is ook wat, ik wil een korte uitzending inspreken. En wat me eigenlijk nooit gebeurt, is dat dit de derde poging is, omdat ik bij de eerste twee de onderwerpen al sprekend niet, dat kabbelde een beetje te veel. Dus dat was gewoon niet bruikbaar. Ik denk, hier heb ik niks aan. Dus ik heb 1 keer een minuut weggegooid en daarna nog 5 minuten weggegooid. Dus ik moet het nu beter doen, anders dan is er gewoon geen Daily Minutes. En dan, ja, wie mist hier dat ik dit korte stukje dan... maar niet veel meer. Ik heb me niet zo verschrikkelijk veel te vertellen. Ik heb nog niet zo heel veel aan... Ik heb wel heel veel geluisterd op HF, maar nog niet aan QSO's wat gedaan. Maar die 2 antennes is wel wonderlijk die ik gebruikt heb. De gedachte was dat ik de draadantenne zou gebruiken om te zenden en de magnetische loop om te ontvangen. Die magnetische loop heeft bovendien een QRM-eliminator. De reden daarvan is dat die QRM-eliminator, daar zitten reletjes in, zodat je hem bij zenden kunt bypassen. Dus dan gaat het zendsignaal er gewoon doorheen en niet door de elektronica heen. Het enige is dat de meeste transceivers die ik gebruik, die hebben geen PTT-uitgang. Dus geen uitgang die bij zenden zo'n relay kan schakelen. Dus dan zou ik dat moeten maken. En dat is best wel lastig, want zo'n reletje, daar zit vaak een timing in. Hè? Dus bijvoorbeeld als het signaal wat uit de 817 komt, Dat komt 200 milliseconden of zo eerder dan dat de zender wordt ingeschakeld. Dus dat maakt het wel moeilijk om zoiets te maken. Omdat daarmee wordt dan voorkomen dat de zender inkomt terwijl er alleen nog niet helemaal overgeschakeld is. Hè. Dus dat maakt het wel iets lastiger om dat zelf in te bouwen. En dan moet ik het in ook meerdere transceivers doen. En ik heb eigenlijk helemaal geen zin om die apparaten te wijzigen. Die zijn heel eenvoudig en waarom zou je ze ingewikkeld maken? Kortom, de oplossing die ik bedacht had was luisteren op de loopantenne met QRM-eliminator en zenden op de draadantenne. Maar nu blijkt dus de afgelopen paar maanden, heel gelukkig, mijn storing een stuk minder geworden te zijn. Dat wil zeggen, ik heb nog wel 7 prut staan op de draadantenne. En met de eliminator uit ook zoiets op de magnetische loop. Ja, het is zo dat ik 2 of 3 maanden geleden hoorde ik helemaal geen signalen. Zelfs geen omroepstations. Zo massief was de storing. En nu is dat S7, S6, wat nog wel heel aanzienlijk is. Ik vind dat nog wel vervelend. Maar goed, het is S7, S6. Maar nou is dus de grap dat die magnetische loop, die levert gewoon wat meer of wat minder sterk signaal op. En die QRM-eliminator die werkt wel zo dat hij de signalen niet verzwakt. Als je hem goed instelt, de gewenste signalen niet verzwakt, maar wel de storing. Maar het resultaat is vervolgens dat het niet veel verschil maakt in de meeste gevallen. Dus de draadantenne, daar is de afstand tussen het signaal en die storing die nog overblijft. Die afstand die is ongeveer even groot als de signaal-ruisverhouding op de andere antenne. En het is wel zo dat op die andere antenne klinkt het allemaal een stuk rustiger, want de storing is, die is heel anders dan de ruis. Dat is een vrij onrustig gebeuren en het is ook niet zo prettig om naar te luisteren. In het YouTube-filmpje kun je dat ook goed horen. De 817 in dat filmpje, dat is waar de loopantenne op staat met de QRM-eliminator. En daar is eigenlijk gewoon een ruisvloer te horen. Je hoort daar geen storing als er geen signaal is. Dus dat is daar wel heel prettig om naar te luisteren. Maar je hoort niet veel meer stations op de loopantenne dan op de draadantenne. En als de draadantenne minder storing zou krijgen, dan heeft de draadantenne zelfs de voorkeur. Als dat niet minder zou worden op de loopantenne. En die kans is er best wel, want ik denk dat ik daar ook echt de achtergrondruis hoor. Dus
Ja, als de storing toeneemt, dan is de loop beter. Ook als het op alle twee toeneemt, want de storing van S9 plus 20 krijg ik wel weg. Op de loop kan ik niet zenden, dus het andersom gaat niet. Dus ik kan niet de draadantenne gebruiken voor ontvangst en dan op een andere antenne zenden. Daar heb ik gewoon niet een goed genoeg antenne voor. Maar goed, ik ben toch van plan om een halve golf vertical te maken en dan verandert het helemaal. Want waarschijnlijk is de storing daar nog weer minder. Dus daar hoop ik dan maar op. Maar dat is wel heel waarschijnlijk, want het gedeelte daar wat het meeste signaal binnenhaalt, dat zit ongeveer halverwege de antenne. Dan had hij wel onder ook nog wel wat signaal naar binnen, maar goed, ik denk dat daardoor de zaak wel redelijk overstemd wordt. Dus daar hopen we dan maar op. Maar goed, ik heb dat nog niet af. Dat is iets wat op zijn minst nog een paar weken gaat duren. En ja, dan heb ik ook qua zender wel een veel beter signaal, hè? Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Ja, ik heb geen tijd om in het nieuws te duiken van wat er de afgelopen week qua amateurnieuws is. Het is gewoon te kort voor 7 uur om dat nog te doen. Dus dat ga ik ook niet doen. Ik heb dan ook niet allerlei dingen bijgehouden. De laatste paar dagen was het toch alweer flink druk. Dus dan blijft dat weer liggen. Ook het opruimen is zelfs een beetje gestagneerd. Maar dan ga ik ook weer mee verder. Tiny houses, hè? Ik denk wel dat ik 2 tiny houses nodig heb als ik daar echt fulltime zou gaan wonen. Eentje als bedrijfsruimte, maar misschien dat ik 2 van die dingen aan elkaar kan koppelen. Het is meer een plan wat ik heb dan dat het nog heel concreet is. Ik moet het nog zien gebeuren, maar ik sluit niet uit dat ik het doe. Maar dan moet ik wel een goede plek hebben om naartoe te gaan. Het is wel iets wat ik heel leuk zou vinden. Dus wat dat betreft... En dan een ruisvrije omgeving bij voorkeur. Maar dat is nog een tweede eis die heel moeilijk te verwezenlijken is. Het blijft een beetje schipperen. Maar goed, we zullen zien. We zullen zien wat er van komt. Ik ben van plan om vanaf de komende week weer wat voorbereiden. Dus dingen die ik echt schrijf te gaan maken. Onderwerp weet ik nog niet. Dat zie ik dan ook wel. Als ik ga schrijven, dan komt dat meestal vanzelf wel uit de toetsenbord rollen. Maar ik wil dat dan toch weer, misschien om de 2 dagen, om de 3 dagen gaan doen. En ik wil ze ook op YouTube plaatsen, zodat ik wat meer coverage heb. Hè. Want het was afgelopen zomer wel wat teruggelopen met het aantal luisteraars ook, via de stream met name. En als ik voor 3 mensen moet maken, vind ik het ook goed. Maar het is toch wel leuk als het net iets meer is. Hè. Ik hoef ook niet megalomaan succes daar vooralsnog mee te hebben. Maar kijk, als ik ook video doe, dan is het wel mogelijk om het bereik wat te vergroten. Hè. Ja, dat wil ik dus ook. Ik zit niet... 2 dagen geleden had ik geweldige inspiratie. Het is nu wat minder. Maar ik wil echt wel... Ik vond het echt leuk om een uitzending te maken. Maar er komt niet zoveel meer stof uit. Dus ik heb vandaag wel heel erg veel via de microfoon van de amateurzender al zitten praten. Met name D-Star. Dus daar komt het ook wel een beetje van. Nou, wat ik doe is, ik stop ermee. Want dit wordt toch alleen maar meer kabelwerk. Wat ik doe is dat ik hier achteraan nog, achter de Daily Minutes aan nog de Amateur Radio Newsline zet. En daarin is natuurlijk wel actueel amateursnieuws te horen. Dus dat gaan we doen. Toedeledokio. Hè, Poes? Wat zeg je dan, Poes? Zeg je wat in de microfoon? Ga je wat zeggen? Of moet je brokjes? Wil je brokjes? Ja, lichaamstaal. Maar ze praat niet. Ze ziet de microfoon en dat is toch echt, dat heeft ze echt door, hè? Ja, en dan komt ze in beweging. Nou, Poes even wat eten geven en dan snel dit audiofragment afmixen. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasko and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.